Wild Inwonerlijk, proudly brought to you by Vortex, the force of optics. Welkom bij Wild Inwonerlijk. Het jy al ooit een leeuwverskuiving besigtig? In hierdie episode bring ons vir jou een insetsel daarvan. Ons wys ook vir jou wat jy hierdie vakantieseisoen in die Wild en Jagd tydskrif kan lees. Ons kuier saam met, aan jou gebring deur die skietwinkel. Wild en Jagd het die geleentheid gehad om een leeuwverskuiving by te woon. Kyk hier hoe een leeuwmannetjie een nieuwe huis kry, sowel as twee nieuwe dames aan sy sy. Die beplanning is, ons gaan nou vaststel waar is die leeuw. Gelukkig, hierdie leeuw het wel een koller op. Ons kry ook, drie keer op een dag kry ons een aflaai, een GPS aflaai van hom af. So ons kan precies sien waar hy is. Ons het half uur terug een aflaai gehad van hom. Die veearts en die helikopter is wel op pad saam met Piet, die besteeder van ekologie. So hy is op pad saam met die helikopter en dan gaan ons ingaan naar die area toe waar die leeuw veronderstel is om te wees. Okay, volgens ons GPS punt wat ons het, moet hy so 270 meter hier oor wees, maar dit is ook alweer een uur terug, so ons sal net moet bevestig of hy nog in die area is, ja of nie. Nie eilig, wat, as ek die bykie achtergrond kan gee, Werner, die reservaatbestuur van Venetia Limpopo Natuurreservaat, het my gekontak en navraag gedoen in verband met die moontlike vang en skuif van 'n leeuw mannetjie hier van Venetia af na Welgevonden toe. Ek het die prosedure met hom bespreek, hulle het aansoek gedoen vir die nodige vang en aanhoudpermit, die tydelike aanhoudpermit van die leeuws, deur my kantoor. Die permit is toegestaan en die leeuw is toegevang en in een boma gesit, aangesien die leeuw nog sekere behandelings moes gekry het. En voordat die mense van Welgevonden die leeuw kon kom haal het hy ongelukkig uit die boma uitgebreek. En dit is ook om ons nou vandag hier so besig is om die leeuw te soek en om dan te probeer vang. Ons gaan nou opgaan, die helikopter, die wind is baie erg. Ons gaan probeer om die mannetjie wat ons geskenk het aan Welgevonden, wat hulle leeuws verloor het aan K9 distemper, te locate en dan gaan ons omdaard en dan gaan ons inbeweeg om hom op te laai en te skuif na Welgevonden toe. Kijk, ek het gauw een pijltje gemaakt vir die leeuw. Ons gaan gauw met die telemetrie kyk of ons hom kry. Dit is die kortste vinnigste, want in die geel gras gaan een geel leeuw natuurlijk ook nie baie sigbaar wees nie. En dan as ons hom kry, gaan ons hom gauw pijl, dan gaan ons hulle inroep. Hy is saam met ander, so ons gaan daar so op Noan staat pak om hulle weg te druk van hom af, want ons weet nou nie hoe lief is hulle vir elkaar. En dan, ja, dan vat ons het verklaar. In die richting waar ons nou is. So die helikopter is nou redelijk naby hom. Hulle gaan nou pijl as hulle skoot kry op hom. Piet, reis voor ons. Hieraf sal ons nou die vinnigste pad terug in die reservaat toe vat. Ja, ons gesê ons kan die bouma kry en al die nodige doen met hom.
denk die capture het redelijk goed gegaan. En die het feit dat hij een beetje lang gevat het om af te gaan is met adrenaline. Mensen wat hier nabij is en die chopper. So, ik denk dat het een baie goede vangst geweest. Het machine als ik net zo naar een verlaat. Dus kort van 4 uur is een rit tot op valwater geweest. Het is blij bewolkt geweest van machine af tot terug. Zo so wat ons gehelp het, dat het niet zo warm was voor die leeuw nie. Die op valwater op wel gevonden aangekomen, waar het nu zijn nieuwe thuis is alweer. Lijkt of hy bietjie camera's kam is en niemand uit wil komen in die plek explore nie. Maar ik denk alles het baie goed voor hulle. Die leeuwbevolking is zo het laatste jaar canine distemper gekry in december maand. En allemaal behalve één leeuw is toe oorlede aan hierdie ziekte. Wat soos wille vier dier die trop leeuws gegaan het, op wel gevonden. Die laatste jaar of so het ons nou leeuws en die eindstoffen gekry om leeuws weer terug te brengen. En dat te kan eind in teen die siekte, dat hulle nie weer dit kry nie. Ons weet nie waar vandaan het gekom. Het ook van die brein hyenas beïnvloed. So ja, toe het ons die eindstoffe gekry en ons het deur die Lion Management Forum van Suid-Afrika bij elkaar gekom en een beroep uitgesit na hulle toe om leeuws van verskillende oorspronge te kry, om die genetica een bietjie rond te meng, dat ons jy weet, die geleentheid gebruik om te beginnen met nieuwe genetica op die reservaat. Ons het al voor 20 jaar amper leeuws hierso, so is een nieuwe begin voor ons. Dat baie denkwijze is en goed verander in die laatste tijd oor die bestuur van leeuws op die kleine reservaten. En ons het al die goed toegepast om dit te doen. En een dier die waar ons rondgesoek het vir die leeuws, toe kom ons in contact met de beers. En hulle het baie goed gunstig voor ons hierdie jong mannetjie gedoneer. Gegee, en hy het nou vandag aangekom en is nou gelukkig die laaste mannetjie wat nou inkom vir die onmiddellike toekomst. Ons probeer hom nou in die bome vrylaat, daar is twee leeuws wat van 12 uur reservaat afgekom het, wyfies wat vir hom wag. Ons wil probeer dat hulle trop vorm. Die een wyfie wat hier oorleef het op wel gevonden is saam met die ander mannetjie gesit het en hulle het nou een vaste trop gevorm. So ons wil nou dat ons tweede trop op die reservaat het, wat so daar is een leeuw trop op die hele reservaat, elke deel van die reservaat het een leeuw trop. So hierdie leeuw mannetjie gaan hopelijk so 2 weke saam met hierdie wyfies band vorm en dan gaan ons die hek ooplaat dat hulle jy weet vry gaan en weer op welgevonden leeuwbevolking sterk maak. In die nietste wild en jag, met trots geborg deur Gysbits Remotering. In skietkuns deel Turner Wilkinson wenke oor hoe om te maak in sekere situaties tydens skietkompetisies. In deel 6 bespreek hy weerstoestande. Wat is die effek van buitengewone toestande en hoe kan ons daarvoor kompenseer? In the January edition, Dr. Jan de Preer gives us an introduction to animal diseases that can affect humans. He discusses zoonoses and tells us more about the animals that can transmit zoonotic diseases or infections to humans. We review the book Dangerous Game Rifles in the January edition of Game and Hunt. Stand a chance to win a copy of the book by reading the review in the magazine and answer the question. You then SMS book, your name and the answer to 34954, R1.50 per SMS. Jy kan 'n kans staan om 'n groot prys te wen wanneer jy inteken op Wild en Jag tydskrif. Teken jy in of hernie jou Wild en Jag subskripsie, kan jy 'n kans staan om 'n wegbreek naweek vir 4 na Matano Privaat Wildreservaat ter waarde van R10.000 te wen. Stuur die woord inteken, gevolg deur jou naam en e-posadres na 34954 en ons sal met jou in verbinding tree. Die tweede prijs is een Bushnell Legend E-series verkyker ter waarde van R6000. Game & Hunt wishes you a very Merry Christmas. See you next week when we bring you an insert of Namibian game farmer Alex Olofse. Goodbye.